komende weken reizen wij met u langs de locaties die een rol spelen in Soldaat van Oranje, de musical. Vandaag zijn we in Scheveningen. Hier achter mij ligt de Frederikskazerne. Daartegenover lag vroeger tot 2012 de Alexanderkazerne. In de voorstelling is het bombardement op de Alexanderkazerne een van de aanleidingen voor Erik Hazelhoff en zijn vrienden om in opstand te komen tegen de Duitsers. Op 10 mei 1940 werd de kazerne gebombardeerd in de Slag om Den Haag. Hierbij vielen 66 slachtoffers. Even verderop, voor het Internationaal Gerechtshof, is een monument geplaatst om de slachtoffers bij de aanslag te herdenken. Vlak bij de plek waar de kazerne vroeger heeft gestaan. Een aantal belangrijke momenten in de voorstelling spelen zich ook af op het strand van Scheveningen. We staan hier op de pier in Scheveningen, wat in die tijd nog het wandelhoofd Koningin Wilhelmina heette. Omdat Erik hier in de buurt is opgegroeid, kent hij dit strand als zijn broekzak. Wanneer hij eenmaal naar Engeland ontsnapt, plannen beraamt om zendapparatuur en informanten af te zetten op het strand in Nederland, kiezen ze dan ook voor deze plek. Het was natuurlijk een gewaagd plan, hier, in het Hol van de Leeuw. Maar omdat er een avondklok gold, was het 's nachts pikkendonker op straat. En omdat de Duitsers hier alleen maar 's nachts feest vierden in het Kurhaus, waren dat misschien wel de ideale omstandigheden om hier aan land te gaan. Peter Tazelaar werd afgezet hier op het strand met een smoking onder zijn waterdichte duikpak, zodat hij zich makkelijk kon mengen onder de feestgangers. Schrijver Ian Fleming zou de verhalen van James Bond later nog deels baseren op de verhalen van Peter Tazelaar. In 2003 is dit strand omgedoopt tot het Soldaat van Oranje strand. De volgende keer vertellen we je meer over studentensociëteit Minerva. Heb jij nog vragen over een decorstuk of requisiet in Soldaat van Oranje, de musical? Vraag het ons op Facebook of Instagram.